Een hele goede middag. Welkom bij deze livestreaming op Instagram. En vandaag ga ik jullie meenemen bij het huis hier achter mij op de Keverdijk. Keverdijk 61 om precies te zijn. En die ligt ook in de woonwijk genaamd Keverdijk. En mocht je de wijk Keverdijk niet kennen, dan heeft ons kantoor een mooi filmpje gemaakt over deze wijk. Die kan je terugvinden op de site van het huis, keverdijk61.nl. En hebben we wat informatie over de wijk. Ik sta op straat zoals jullie zien. Ik draai even de camera om wat meer te laten zien van de ligging. De straat Keverdijk, dat is een straat die aan de rand van de woonwijk ligt. En zoals je ziet, met aan de overzijde van de straat een groene omgeving. De volkstuinen, waar dus mensen hun hun groen kunnen laten groeien en lekker kunnen tuinieren. En aan de andere kant van de volkstuinen, daar vind je een van de toegangswegen van Naarden. Je ziet op de achtergrond zie je wat auto's rijden. En daar kom je als je hier de straat uit rijdt. En dan ben je dus eigenlijk binnen een minuutje rijden. En dan sta je bij de op- en afrit van de snelweg A1. Dus mocht je naar je werk moeten via de snelweg, dan zit je vanaf dit huis zit je daar eigenlijk praktisch direct op de snelweg. Nou, hier nog een grasveld waar gevoetbald kan worden. En de andere kant op, hier de straat uit, rechtsaf, dan ga je richting de omgeving van Bussum. Een stukje verder doorrijden. Goed, het huis waar ik het over ga hebben, daar is die. Een hoekhuis. Hoekhuis van een rijtje van 3, zoals je hier ziet. Met een ruim perceel. Zowel voor als achter, maar dus ook aan de zijkant. Je ziet dat hier een goede oprit is. Je kunt hier dus je auto op eigen terrein neerzetten. En hemelsbreed aan de achterkant van het huis, 400-500 meter, daar heb je het winkelcentrum van deze wijk. Met een grote plus supermarkt bijvoorbeeld. Dus alle dagelijkse benodigdheden kun je daar vinden. Zeker wel praktisch. Nou, naast het perceel zie je ook nog een pad. En als je dat pad doorloopt, dan kom je op een klein grasveldje, openbaar, met ook een kleine speeltuin. Dus heb je jonge kinderen, die kunnen daar heerlijk spelen. Nou, het huis heeft nieuwe kozijnen gekregen in het verleden. Kunststof kozijnen, dubbel glas. En zoals de huidige eigenaren het huis ook binnenkomen, is dat via de achterkant. Dus ik loop ook gewoon via de achtertuin. Gewoon achterom, door de poort. En dan zie je hier de achtertuin. En die achtertuin die is keurig bestraat. Met ook, zoals je ziet, een aantal bakken waar je wat vaste planten kunt inzetten. En je zag hem al in beeld, achter in de tuin. Daar hebben ze een tuinkamer gecreëerd, overkapping. Ik zal er even naartoe lopen. Waar je natuurlijk echt super fijn kunt zitten. Echt ruim hoor. Je ziet, ze hebben hier het leuk ingericht. Er zit elektra in, dus je kunt wat lampjes ophangen. En daarnaast is ook hier een extra schuur geplaatst. Die zie je hier, extra bergruimte. Nou, hier ruimte voor de konijnen. En als je die niet hebt, kan je daar wellicht wat anders mee doen. En hier heb je dus de achtergevel. De zolder die is hier in gebruik als bergruimte, maar
Stel je bent op zoek naar een huis met 4 kamers, want er zijn op dit moment 3 slaapkamers. Dan heb je dus eventueel de mogelijkheid om dit te creëren. Je ziet hier dat de buren een nokverhoging hebben gemaakt. En als je dan ook nog een vaste trap plaatst, dan heb je gewoon echt een goede zolder erbij. Je creëert dan absoluut meer leefruimte. Hier nog rechts een deur naar de schuur. Daar staan de wasmachine en de droger. En zoals ik al zei, ik ga achterom. Ik ga gewoon via de achterdeur naar binnen. En als je dan binnenkomt, dan sta je dus in de keuken. Ga ik straks met je doornemen. En de keuken die is opengebroken naar de woonkamer. Je zal waarschijnlijk hier in het huis wel wat dingen willen doen. En dat is echt op punten van afwerking. Bijvoorbeeld wellicht de wandafwerking. Als je goed kijkt, dan zijn er gewoon wat dingetjes die nog niet helemaal netjes zijn afgewerkt. Was altijd het plan. En ja, als je het gaat uitstellen, dan komt daar vaak afstel van. Hou daar rekening mee. Maar de basis is gewoon dat het een hartstikke leuk huis is. Het feit dat het een hoek is met heel veel licht. Je hebt een extra raam hier. Grote ramen. Dat zie je vaak in deze bouwstijl. En dat geeft gewoon een prettige lichtinval. Op de vloer ligt een houten vloer. Eiken. Hier dus ook weer zicht op de straat met daarachter de volkstuinen. En hier vandaan dus ook weer zicht richting de open keuken. En die keuken die loopt dus een beetje naar achteren. Kijk, hier zie je dus ook weer een beetje van die puntjes van aandacht qua afwerking. Inbouwapparatuur, veel aanrechtruimte, dus veel werkruimte. En wat natuurlijk ook prettig is, is dat er hier een koepel in zit. Dat geeft ook meteen weer extra licht. Met hier de deur naar de tuin. Hier komen we bij de hal. Nou, je ziet ook meteen nog een andere reden waarom ik de achterdeur heb genomen. De kattenbak staat hier, er woont hier een kat. En die kat die gaat niet naar buiten, dus dat is altijd wel even belangrijk om daar rekening mee te houden. Tenminste, voor mij als ik bezichtiging heb. Hier dus de voordeur met daarnaast de wc. Nou, de wc die is nog eenvoudig qua afwerking. Ook zo'n punt waarvan ik zeg van nou, het moet niet, maar ik kan me voorstellen dat een koper wellicht dit gaat aanpakken. Fijn dat er een extra raampje in zit. Ventilatie. En vanaf hier kunnen we dus via deze rechte trap naar boven. En daar is de kat. Hey poes. Nou, op de verdieping hebben we 3 kamers. En de badkamer. 1 kamer aan de achterkant, 2 kamers aan de voorkant. Ik begin even bij de kleinste. De kleinste kamer zien we hier. Leuk ook weer zicht naar de overkant. En zoals je ziet, er past net een bed in de diepte. Dat zien we hier, achter de deur. Dus je kunt hem mooi als logeerkamer, kinderkamer gebruiken. Werkkamer of kastenkamer. Verschillende functies zijn hier mogelijk.
Fijn is dat nisje hier links, waar je dus een kast in kunt schuiven. Dus je kunt hier wel, ondanks dat het niet een hele ruime kamer is, toch prima wel een kast in die nis wegschuiven. Slaapkamer aan de voorkant, de grote kamer aan de voorkant. En hier staat dus een dubbel bed in met links daarvan een losse kast. Een zijraam, extra licht en hier zicht naar de voorkant. Hier zie je nog een vaste kast. Loop ik door naar de... Weer terug naar de overloop. Oh ja, laat ik dat dan nog even vertellen. Ik vertelde net buiten. Een vaste trap zou je dan naar boven kunnen maken eventueel. En hier even goed naar achteren. Zo. Hier zie je dan dus de overloop. Waar je boven komt rechts. En dan zou je hier aan deze kant... Zou er een vaste trap met een bocht naar boven gemaakt kunnen worden. Mocht je dat willen. En hier de derde kamer. Ook een prima formaat. Zelfde laminaatvloer als in de andere kamers. En vanaf hier heb je een beetje zicht naar achteren. Dus je kijkt een beetje over de tuintjes en de schuurtjes heen van alle omliggende huizen. Nou, als laatste de douche. En ook die zal je gaan aanpakken. Die is nog mooi in de jaren 70 stijl. En met de bruinkleurige wastafel. Schrootjes op het plafond. En hier dan de douche. Met een douchegordijntje. Ja, standaard was in deze huizen waren de badkamers waren niet heel ruim. Wat sommige mensen hier nog wel eens doen, als ze een dergelijk huis kopen en meer ruimte in de badkamer zoeken, is dat ze deze douche... Dat die komt te vervallen. Of dat ze daar alleen een toilet van maken. En dat de kleine kamer opgeofferd wordt. De kamer aan de voorkant. Voor het creëren van een badkamer. Dan heb je wat meer ruimte. Dan kun je een wastafel, wellicht een bad plaatsen. Dat zie je nog wel eens. Kijk, onder deze kamer zit namelijk het toilet. Als je vanaf het toilet het loodgieterswerk naar boven... doortrekt en dan zou je dus van die ruimte een badkamer kunnen maken en dan zie je soms dus inderdaad dat hier dan een toilet gemaakt wordt of dat hier de wasmachine komt te staan, want je hebt hier een betonnen voetje, dus dan staan ze gewoon lekker stevig, of dat het gewoon een hele ruime kast wordt. Dat zou kunnen. Ah, kijk, ik zie dat mijn collega vragen beantwoordt. Dat is altijd fijn, want ik had die even gemist. Dus inderdaad, dit is een houten verdiepingsvloer. Dus dat is één kamer. Aan de andere kant de tweede kamer. En dus de kleinste aan de voorkant. Alle ramen zijn een keer vervangen. Daar zit kunststof. Kozijnen zitten daarin met dubbelglas. Even draaien. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn, loop ik even weer naar beneden.
En mocht je niet de tijd hebben om dit af te kijken, dan kun je vanmiddag verder kijken op de site van het huis. De site is keverdijk61.nl. Daar komt straks de opname van deze video. Dus dan kan je hem nog een keertje kijken. Of misschien wel twee keer. Als je dat wil. Nou, de keuken. Zie je hier, die is dus opengebroken met een ruim aanrechtblad, veel werkruimte. Er is inbouwapparatuur en er is een koepeltje voor extra licht. Ik krijg nu de vraag, hoe hoog is de nok op zolder? Ja, die weet ik niet uit mijn hoofd, dus wellicht kan mijn collega daar even op de tekening kijken, maar die is niet stahoog. In die zin, als je daar een kamer wil maken, dat heb ik aan het begin van de video ook verteld en laten zien, dan zou je met een nokverhoging moeten gaan werken, want anders heb je geen stahoogte. Ik zal het straks vanuit de tuin nog even een keertje laten zien. Nou, hier de woonkamer met de grote ramen. En zeker op dagen zoals dit zie je dat er veel licht naar binnen komt. Ja, wat ik prettig vind is dat je geen overburen hebt. Je kijkt hier gewoon leuk richting de volkstuinen. Soms krijg ik nog wel eens de opmerking, Keverdijk, is dat niet een drukke straat? Nou, dat was het wel, het was een doorgaande straat. Maar er zijn wel wat maatregelen getroffen. Zoals snelheidswerende voorzieningen, zoals dat dan heet. Dus de drempels. Dus je ziet dat heel veel mensen eigenlijk ook deze straat weren. En wat ik al zeg, het voordeel is dat je geen overburen hebt. Dus je hebt heel veel privacy. En eigenlijk ook aan de achterkant, besef ik me nu. En als je hier zo staat en je kijkt naar achteren, je hebt helemaal geen gevoel dat andere huizen bij je naar binnen kijken. Vind ik een groot voordeel. Nog even naar buiten. Die kunststof ramen trouwens, die zijn er al een tijdje geleden ingezet hoor. Dus het is niet heel recent. Dus het is geen HR++. En je ziet ook wel dat hang- en sluitwerk, dat je daar wellicht ook wel wat aan gaat vernieuwen. Ja, maar het is wat dat betreft wel onderhoudsvrij. En het is wel al dubbelglas. Nou, hier nog even weer de tuin. Die vrije ligging heeft. Met die buitenkamer. Ja, en hier de vrijheid. Dus dat is wel heel prettig hoor. En het ligt dus op een hoekje. Het is een hoek van 3. En je hebt dus parkeren op eigen terrein en ja, zeggen van joh, ik heb een elektrische auto en ik zou dus ook een eigen laadpaal willen. Het wordt toch steeds vaker naar gekeken, ja, dan is dat hier goed mogelijk. Zeker ook als je met eventueel zonnepanelen gaat werken. Nou, de voortuin is lekker diep op de westkant. Dus je hebt hier de avondzon en hier heb je het huis nog een keer helemaal in beeld. Oh ja, ik zou dat nog laten zien, sorry. Ze hebben dus bij de buren een nokverhoging gemaakt en vervolgens aan de voorkant nog een dakkapel geplaatst. Ja, dus hier zie je dat het echt wel mogelijkheden zijn om die zolder te vergroten. Mijn collega zie ik nu dat hij dat dus inderdaad ook opschrijft. Nou, dat was in het kort een rondleiding bij het huis Keverdijk 61 in Naarden. Volgende week starten we met bezichtigingen. Ik moet je zeggen, we hebben best wel wat aanvragen. Maar wil je met ons het huis komen bekijken, neem dan even contact met ons op. Onze contactgegevens vind je ook op de site keverdijk61.nl. Met daarbij ook dus inderdaad de platte gronden. De 360 graden foto's. En zoals ik net al een paar keer volgens mij benoemd heb, is dat deze video ook straks terug te zien is op je site. Dus schakel je net in en heb je wat gemist, dan kun je die even terug bekijken.
Voor nu dank voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.